Ja, nee, ja, hij heeft sorry gezegd. Hij heeft excuses aangeboden. Dus nee, dat is wel netjes. Maar ja, ik heb wel meteen laten weten dat het niet zo verder gaat. Dat ik echt mijn ruimte nodig heb. Dus hij is vorige maand is hij oververhuisd. En hij heeft nu een appartementje in Budel. En daar moet hij de draad weer op zien te pakken. Jeetje, Annemiek, ja. Heftig hoor. Ja. Jullie waren al zo lang samen. Mag ik vragen wat er is gebeurd? Of wil je het daar liever niet... Rozijnen. Rozijnen? Ja, hij had rozijnen in de broccoli salade gedaan. En het is niet de eerste keer, hè. Het is een terugkerend verhaal. En op een gegeven moment heb je dan gewoon limiet bereikt. En ja, dan is het gewoon toeledoki. En tot ziens. Met je rozijnen. Rozijnen, is dat een metafoor? Nee.